Lopen? Ja. Oké. Okay. Deze keer echt. Het is week 36, hè? Het is week 36, ja. Goeiedag, lieve mensen. Hi. We gaan het hebben over Fauci, over Nieuw-Zeeland, over verkeersboetes, boekverbrandingen, Tesla, Trump, Larry Elder en mevrouw Kaag. Ja, onze Kaag kunnen we bijna wel zeggen. Ja, want wij zijn knetterlinks. Ja, jij sowieso, je bent kunstenaar. Ja, maar mensen vinden ons steeds links omdat wij ons gevaccineerd hebben. Kennelijk, als je je laat vaccineren, ben je tegenwoordig links. Ja, dat is wel raar, want je spuit iets. Je geeft zeg maar business aan het groot kapitaal, want Big Pharma is natuurlijk groot kapitaal. Ja. Het was toch altijd heel links om kruidenvrouwtjes en zo te geloven en van die dokter Vogelwatertjes te drinken. Ja, dat was gewoon. Die mensen die kwam ik vroeger nog wel eens echt in de wild tegen. Ja, zeker. Een halve familie was zo, joh. Allemaal groente kopen, altijd bij de reformwinkel. En die waren vroeger, tegenwoordig ecoplaga, zijn ze prima. Maar vroeger had je van die reformwinkels, dan kwam je binnen en het rook altijd naar schimmel en weet ik veel wat. Ja, we waren een beetje bedompt. En iedereen zag er ongezond uit. Ja, dat is niet veranderd. Maar dat komt ook omdat ze een beetje vale kleren dragen. Bij Markt met een kuur, daar komen wel mooie meisjes, ja, hoor, die er hartstikke, ja, gezond uitzien. Die zetten hun paard voor de deur en dan gaan ze naar binnen. Ja. Mocht je willen. Maar wij horen dus nergens bij, want de antivaxxers die moeten ons niet. En we zijn ook geen partygangers, dat we gewoon kunnen demonstreren voor een festival zoals anderhalve week geleden. Nou ja, kijk. We horen gewoon nergens laatst nog een keer een festival gepakt. 2018 bedoel ik. Was op zich wel oké. Nee. Ik had geen keuze, want Nick Cave kwam er, dus ik moest daar wel heen. Ik was in 2019 naar Loose End op het NDSM. Oké. Okay. Gitaarbeentjes. Ja, dat precies, maar dan ga je nog thuis slapen. Dat vind je echt een festival. Ja, heerlijk. Ik heb echt in een tent geslapen. Oh mijn god. Het was afschuwelijk. We horen ook niet bij kampeerders. Ja, ik kan wel een beetje kamperen tegenwoordig. Doet het geluid het nog? Ja hoor, het geluid doet het nog. Ik kampeer wel een beetje. Ja, nee, ik zat laatst te denken. Wat voor mij de belangrijkste reden is dat ik dat vaccin gewoon wel vertrouw, is Israël. Kijk, of dat vaccin nu werkt of niet. Ik ben er gewoon zeker van dat een land als Israël, wat gewoon in feite de facto in oorlog is, al weet ik sinds ze bestaan, 1946. Gewoon niet de bevolking gaat volspuiten met iets wat te dubieus is, zeg maar. Op een gegeven moment moet gewoon iedereen die moet onder de wapenen geroepen kunnen worden. Ja. En als dat vaccin hartstikke dubieus was, dan zouden ze het wel eerst eerder aan de Palestijnen geven dan aan de Joden, denk ik. Niet aan de Joden. Hè? Oh, wacht, ze zouden het dan juist aan de Palestijnen geven en niet aan de Joden. Precies. Ik verstond je verkeerd. Nee, maakt niet uit. Dat is de mensen thuis maar begrijpen. Maar dat zal onderhand wel. Maar heb jij zin om je, ik bedoel, ook nog een derde keer te laten vaccineren? Want daar heb ik dan... Zin. Ga je het doen dan? Als deze keer echt helpt, wel. Nou ja, ik heb vaccin genomen. Ik heb het niet gekregen. Nee, ik ook niet. Maar daarvoor had ik ook niet echt last, zal ik maar zeggen. Ja, daarvoor had ik altijd COVID, elk jaar. Ja, dat was wel zo. Dat weten weinig mensen. Maar je had zo'n griepgolf elk jaar. Ja. En dan had je mensen die zeiden, ja, ik heb griep. En die waren gewoon verkouden. Mm-hmm. En je andere mensen, nee, dat is geen griep. Echte griep. Dan heb je koorts en pijn in je botten. Weet ik wat allemaal. Dat is echte griep. Ja. Maar volgens een vriend van mij, die arts is, die zegt van ja. Maar wat dan dus weer echte griep werd genoemd dan. Van echt pijn in je botten en zo. Dat was meestal ook gewoon een COVID. Alleen die waren niet zo... Gewoon niet zo besmettelijk en zo. Ik hoorde laatst in een nieuwsdingetje dat de griep weer terug is in India. Die was sinds 2018 was daar geen gewone griep meer geweest. En die is er nu weer. Dus misschien kan dat niet samengaan, griep en COVID. Of zo. Net zoals dat we eindelijk van griep af zijn. Ja. Maar wel iets kutters ervoor terug hebben. Ja, nee, maar het is net zoals muizen en ratten. Want ik had ooit een keer een rat in mijn bovenwoning. En toen had ik zo'n mannetje van de GG en GD langs. En die zei, nou meneer, u moet u gelukkig prijzen. Want ratten en muizen houden niet van elkaar. Als je een ratten hebt, dan gaan alle muizen weg. Ja, super. Ja. Ja. Dus zo is het misschien ook met COVID en griep. En toen heb ik een poezen genomen en nu heb ik helemaal niks meer. Fantastisch, ja. Ja, als je geen honden hebt, heb je ook geen vlooien, zoiets. Ja. Oh nee, het omgekeerde. Ja. Nee, ja. Ja, neem ik een derde, ik weet het niet. Ik
Sluit dit een beetje aan bij wat je over Fauci wilde zeggen? Want dat is toch wel... Nou, Fauci is wel interessant, want Intercept, weet je wat Intercept is? Is dat een soort... Intercept is een soort... Hoofdpijnmiddel? Anticonceptie? Of juist conceptie? Nee, ik weet het niet, Nee, website. Een nieuwswebsite, opgericht door... God, hoe heet je nou? Ja, daar kan ik niet op zijn naam komen. In ieder geval journalist, Pulitzer Prize-winnaar volgens mij. Die had het opgericht als een soort van plek waar dan weer eens goed journalistiek verricht kon worden. Mm-hmm. Op een gegeven moment mocht hij daar zijn eigen stuk niet plaatsen, want dat was niet anti-Trump genoeg. Ja. Toen is hij er zelf ook weer opgestapt. God, hoe heet die gast nou? Weet niet. Heel even kijken hoor. Glenn Greenwald. Wacht even, hij loopt nog niet. Oh ja. Glenn Greenwald. Ja, een hele mooie relnicht. Gewoon zo iemand van dat type, Jimmy Dorsey ook wel eens en zo. Gewoon in principe links, maar daarom dus anti-Democrats. Ja. En ook anti-Republikeinen, maar ja, toch minder dan de andere hand. Die hebben een onderzoeksrapport opgevraagd. Dat ging over wat... niet Fauci zelf, maar dan die arts die altijd uit de wind houdt... voor onderzoek liet doen in het Wuhan Lab. Mm-hmm. Wat Fauci dus indirect betaalt. En dat is eigenlijk volgens vrijwel alle definities... is dat game of function research. Wat Fauci dus ontkende tegenover Rand Paul. Ja. Snoeihard ontkend. Ja. Zelfs met een soort tegenaccounter. Dus u beweert dat ik nu... lieg of zo. Ja, en u, quite frankly, you don't understand what you're talking about, sir. maar de Intercept is dus eigenlijk gewoon net er links. Dus nu wordt overal gespeculeerd van, god, hoe komt het dan dat ze met zulke goede journalistiek komen in één keer? En de theorie is misschien dat ze dus wilden uitzoeken. Eigenlijk gewoon Fauci wilde vrijwaarden van alle verdenkingen. Dat ze het onderzoek hebben opgevraagd erin, om daarin te kunnen zeggen van... zie je wel, Fauci die heeft dat niet gedaan. Nou, toen kwamen ze dus toch wel achter dat hij wel had gedaan. En toen, het is heel lastig dan om journalisten zover te krijgen... dat ze dan echt zeggen van oké, nu doen we het niet, zeg maar. Je kunt wel heel makkelijk iets niet gaan onderzoeken. Maar als je het onderzocht hebt en het blijkt, het is gewoon... en ze zullen niet betaald worden door de Democratische Partij. Dus wordt dat misschien door donaties betaald of... Weet jij niet. Ik ga me ook niet in verdiepen. Boeien. Nee. Oké. Okay. Dus dat was wat ik weet over Fauci. Maar Biden die heeft al gezegd van... Fauci wordt sowieso niet ontslagen. Gewoon die staat... Die man is gewoon niet te... Die is net als Frans Timmermans verankerd in de grondwet. Ja, zoiets ja. Echt over 3 jaar gaan er bijeenkomsten komen... waar mensen liedjes over Fauci zingen. En Frans Timmermans. Dat is wel te gek, ja. Dat zo'n liedje kunnen we eigenlijk best gewoon maken. Gewoon echt een kerk oprichten. De Timmermanskerk. Ja. Allemaal een hamertje. Hamertje om je nek hangen. Gingen we niet een keer een filmpje maken dat ik een Timmermans-fan was? Oh nee, een Hugo de Jonge film. Die was wel helemaal mislukt. Ja. Ja. Hebben we anders nooit dingen mislukken, hè? Nee. Want anders gaat het hartstikke goed. Ja. Ja. Trouwens wel hartstikke bedankt dat de mensen hebben gewoon gedoneerd weer, hè? Best wel wat. Ja. Ook via alle kanalen. Ja, maar het is wel gewoon een feit. We zitten dit nu best laat op te nemen. Dat weten de mensen thuis op zich niet. Maar het is nu... ik ga het gewoon zeggen. Ik ga het callen. Ja. Het is nu 6:30. Jezus, ja, ik zie we het We zijn zo laat, omdat Matthijs moest werken. Ja, gewoon echt werken voor geld, want, hè? Want het water financieel staat hem eigenlijk nog steeds aan de lippen. Wat had je gedaan? Ik had kunstwerk van Daan Samson gefotografeerd in de tuin van het Boijmans van Beuningen. Nou. Daan Samson is ook een vriend van Geen Stijl. Sst. Oh. Ik mag hier nooit weer wat doen. Wat? Dan krijgt hij nooit meer een opdracht. Oh. Nee, het is een hele onafhankelijke kunstenaar die gewoon dingen leuk vindt die hij leuk vindt. Ja. Superleuke vent. Gaat al zijn kunst kopen. Ik weet niet precies hoe dat moet, maar... Ja. Of de foto's die ik daarvan heb gemaakt. Ja, maar het is zijn kunst niet, de foto's ervan meestal. Nee, het, ja... Het is wel een installatie, maar... Ja, het staat er dan heel kort, maar het moet gedocumenteerd worden en dan... Ja. En daar, trouwens, nu ik het er toch over heb, volgende week vrijdag zijn we ook weer laat. En dan verwacht je dat de mensen gaan betalen nog steeds? Nee, maar we zijn er sowieso op zaterdag.
Maar het zou best wel eens een dagje later kunnen als jij dan kan. Want ik moet alweer voor werk naar Parijs voor KLM. Ja, ik kan zaterdag wel, maar niet te laat. Nee, maar dat... Ik zou eens een diner van de vriendin van mijn vader, die dan jarig is. Oh. Rond die dagen. Oh. Nee. Goed. Goed. Nieuw-Zeeland. Ja. Dat was een aanslag, maar ik twijfel denk ik of het afgelopen week was en niet de week ervoor. Want volgens mij heb ik het namelijk... Hebben Roderick en Bert het niet over gehad in de TPO-podcast? Niet deze week, volgens mij. Maar misschien vandaag. Ik dacht vorige week ergens... Nou ja, boeien. Het was een aanslag. Door een Sri Lankaan in een supermarkt. Stak 6 mensen neer. En het grappige is... Ik had het zo leuk bij dat. Dat hij werd dus al gevolgd. Echt gewoon 24 uur per dag werd hij in de gaten gehouden. Want iedereen was wel... Het was wel duidelijk dat hij snode plannen aan het smeden was of zo. Mm-hmm. Dus binnen een minuut hadden ze hem te pakken. Had hij 6 mensen neergestoken. En het is niet bekend of het een antwoord is op die aanslag op die moskee van een jaartje terug of zo. 2 jaar terug. Maar hij zal wel verward zijn geweest. Ja, zeker verward. Hij woont al 10 jaar in het land. Dus, En volgens de PM Ardern, dat is die mevrouw. Ja. Verkeerd. Welke vrouw? Die mevrouw die... De premier is. Is het gewoon een individu? Het is een afschuwelijke daad, zei ze. Dus dat is al heel wat. Maar het lag niet aan een geloof. Het lag aan een individu. Oh ja, wat het En op zich kan ze daar gelijk in hebben. Maar het is misschien wat vroeg om te constateren. Misschien was hij gewoon godsdienstwaanzinnig. Ja. Of zo. Maar het wordt sowieso altijd gezegd, ook met de Taliban. Het is nooit het geloof. Of het is een ander geloof. Of het heeft niets met het geloof te maken. Want... En het punt is, ze hebben op zich daarin gelijk. Hè? Maar het is vaak wel gewoon in ieder geval... Die interpretatie van dat geloof is gewoon een belangrijk onderdeel van de mix, zeg maar. Ja. Maar het mag eigenlijk er helemaal niks mee te maken hebben. Maar juist mensen die de islam aanhangen, die nemen dat nogal heel serieus, alles wat volgens de regeltjes van de islam moet. Dus nou ja, tegenwoordig. Wie zijn anderen dan om te zeggen dat... Nee, maar tegenwoordig. Kijk, in een land als Pakistan is nu gewoon hardcore zwarte kousen-islam, zeg maar. Ja. Maar 50 jaar geleden waren dat nog allemaal soefies. En soefies, dat zijn hartstikke gaaf mensen. Niet zwarte kous, hè? Zwarte, ja. Dat is veel te sexy. Zwarte gordijnen. Zwarte, ja, precies. Maar er waren nog soefies. En soefies, dat waren soort halve hippies en zo. Die zijn de hele dag een beetje aan de muziek maken. Een beetje, spirituele muziek aan het toestanden. Ja. Soefies zijn volgens mij hartstikke leuk. Nou, die zijn bijna uitgegroeid onderhand. En dat komt omdat de hele wereld een smak geld krijgt vanuit Saudi-Arabië. En daarom worden al die Koranscholen opgericht. En al die arme moslims over de hele wereld, die sturen kinderen erheen. Want dan heb je een dagje geen last van ze, of je hebt elke middag geen last van ze. Dat is ook waar het misgaat in Indonesië. Dus op dit moment de dominante versie van de islam is best wel problematisch. Mm. Maar dat neemt niet weg dat er gewoon heel veel natuurlijk hartstikke lief en sympathieke moslims zijn. Ja. Denk ik. Ja, kennen ze niet natuurlijk. Kennen ze ook niet veel. Ja, wel. Nee, toch ja, niet. Ik koop wel eens een pakje peuk of zo bij een moslim. Hm? Die is altijd hartstikke aardig. Goed zo. Kun je zeker of een moslim is misschien wel een kopt. Ja, of een ongelooflijk. Het is eigenlijk om er zomaar op uit te... Ja. Ja, omdat ze een beetje zo... Omdat zijn vrouw toevallig een hoofddoek heeft en altijd op de knieën zit in de woonkamer. En dat er altijd Arabische gebeden op staan. In die omdat winkel. Ze vrijdag altijd dicht zijn, omdat ze dan naar de moskee moeten. Ja, dat doen moslims niet. Ja, wel naar de moskee gaan, maar niet dichtgaan. Niet dichtgaan. Die hebben niet echt op die manier een vrije dag, geloof ik. Hmm. Ja. Zie je dat beeld waar we dan naar kijken? Dat heeft vertraging, hè? Ja. Zou dat goed gaan? Ik heb geen idee. Ik hoop dat de mensen thuis geen vertraging hebben. Nee, in het ergste geval loopt het geluid niet zink. Maar ja, die blokjes tussen ons in, wat is dat daar? Ja, dat is omdat dat is de bluescreen. Omdat ik eigenlijk een lamp te weinig heb, omdat... goed uit te lichten. En die omgehakte bom, waarom hebben we... Ja, die staat symbool voor
alles wat had kunnen groeien, maar wat wij niet, wat wij vergeten te benoemen. Dat wij geen kans geven. Ja. Er staat niet symbool voor, zeg maar, GroenLinks, die gewoon weer een boom een verbrandingsoven in heeft geduwd. Ja, maar daarachter daar zie je een houtverbrandingsoven. Nee, zo'n, hoe heet het? Hoef je niet biomassa. Te wijzen, het is daar groen, blauw. Nee, maar kijk dan. Ah, ja. Ja, bomen zijn de nieuwe joden. Zeker. Misschien moeten we gewoon alle bomen van een ster voorzien. Het groen van GroenLinks is het nieuwe veldkrauw. De nieuwe nazi's. Wat is het veldkrauw? Veldkrauw is de kleur van die Duitse uniformen. Dat is zeg maar groen, dat grijze groen. Ja, mooi. Nee, GroenLinksers zijn, er zitten ook best aardige mensen bij. Je komt ze alleen niet zo vaak tegen. Ik ken wel hele aardige mensen hoor, maar... Ja. D66 wordt wel steeds... Zomaar iedereen die in de landelijke politiek zit, die hebben echt allemaal zo de waarheid in pacht. Ja. En die weten echt niet wat er omgaat bij. Zelfs bij GroenLinksers weten ze niet wat daar omgaat. Nee. Nee, ook zo'n Kaag. Het is zo'n... Ja, ik weet niet wat ze allemaal op hebben over de Van Schoonlezing, want ze zijn daar allemaal dingen over Rutte zonder hem te noemen. Maar het was voor iedereen wel duidelijk dat het over Rutte ging. Ja, en dan ook weer ontkennen, hè? Nee, ik praat gewoon in het algemeen. Ja, die naam is niet genoemd, toch? Nee. Nee, ja, natuurlijk niet. Nee, we zijn ook allemaal imbecil natuurlijk. Ja. Maar dat is dus gewoon... Zij is zo ongeschikt. Ja. Trouwens, over die naam is niet genoemd. Ik hoorde een fragment van een Amerikaanse, dat gaat weer even over... Ivermectine, hoe heet het nou? Ivermectin? Ja. En Joe Rogan, die was nogal in opspraak, omdat hij dat had gebruikt. Dat hebben we vorige week ook genoemd, maar die was binnen 3 dagen beter. Ja. En toen werd dus, dat wordt de hele tijd dan horse dewormer genoemd. En dat vindt Joe Rogan niet leuk, want het is gewoon door een arts voorgeschreven. En het werkt ook, het is gewoon ook... Het is gewoon een aantal toepassingen op mensen en dan ook gewoon heel goed. En die mensen die het uitgevonden hebben, die hebben nog een Nobelprijs voor gekregen. Ik ja, precies. Totale... Maar toen zei een arts dus, ze noemde dus niet ivermectin, maar ze zei, mensen moeten natuurlijk geen middelen gaan nemen die voor dieren bedoeld zijn. Maar dan zegt ze natuurlijk... Ze noemt ivermectin, maar ze zegt namelijk iets wat waar is. Je moet geen dingen doen die voor dieren... Nee, maar het probleem is natuurlijk... gewoon dieren krijgen ook wel eens een pijnstiller... of die krijgen ook wel eens ibuprofen of ketamine zelfs, volgens mij. Super gaaf, dat moet je zeker nemen. Ja. En als je geen ketamine gebruikt, zeker gaan doen. In ieder geval 1 keertje gewoon. Ja. Maar hoe dan ook... Nou, dat was even... Er zijn gewoon zoveel medicijnen die werken gewoon op mensen, maar ook op andere zoogdieren. Nou, ik vond het gewoon... Ja, nee, dat snap ik, maar... Viagra werkt zelfs op bloemen, wist je dat? Worden die dan ook... Blijven langer recht overeind staan. Huh? Ja, echt waar. Het duurt echt gewoon 2 keer zo lang voordat ze een beetje gaan doorzakken. Hmm. En maar worden ze er ook opgewonden van? Of worden ze alleen maar recht? Ja, dat weten wij niet. Ik geloof niet dat bloemen zich op die manier voortplanten, als waar jij nu aan denkt. Bloemen houden van mensen, toch? Nee, dat is bullshit. Oh. Mensen houden van bloemen. Ik heb altijd geleerd dat bloemen van mensen hielden. Ik vind het verwarrend. Ja, maar we kunnen niet vragen aan bloemen, toch? Nee, Karen bloemen. Hoezo bloemen? Bloemen die zijn 9 van de 10 keer afgesneden, hè? Schuin. Ja, die hebben gewoon geen... En dat gebeurt door mensen. En die zetten ze dan neer om naar te kijken. Ik bedoel, het is net alsof je, weet ik veel wat, gewoon een geitspoten afhangt. En zet je hem in de tafel in de kamer neer om naar te zitten kijken hoe die sterft. Dat is feitelijk wat we doen met bloemen. Ik weet niet, ik denk nog dat de geit ons leuk zou vinden als dat die bloemen ons nou zoveel van ons houden. Ja. Maar goed, dus dat dus even over dingen niet benoemen die je wel... En het wel zeggen. Dus nu denkt iedereen door die Amerikaanse vrouw van... zie je wel, je moet geen ivermectin nemen. En, terwijl ze dat niet zei. Ze zei gewoon, neem geen dingen die eigenlijk voor dieren bedoeld zijn. Waar meneer Brandt er dus een kanttekening bij had. Ja. Want ketamine. Ja, nee, maar gewoon heel veel dingen die zijn. Gewoon zo, er zijn kijk, het punt is ook... ivermectin... Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dat de naam van een stof.
Dus of je dat nou in een paard stopt of in een mens, het is dezelfde stof. Het verschil is de dosering natuurlijk. Ja. Dus mensen ook die dat kopen voor paarden, dan zien, maar het verkocht voor paarden. Die hebben misschien groot gelijk. Gewoon als je dan weet van, oké, dit is zoveel milligram, een paard krijgt misschien 2 keer zoveel als een mens. Nou, dan weet je dat je een halve pil moet nemen om een mens hoeveelheid te hebben. Kun je prima uitzoeken op het internet. Ja. En Rolling Stone die had zo'n verhaal. Dat de eerste hulpen nu vol lagen met mensen met overdosis ivermectin. Dat is gewoon totale bullshit. Van 8 tot 6. Dat was een of andere arts aan het woord die al 3 maanden niet meer bij dat ziekenhuis werkte. Maar hoezo de Rolling Stone? Dat is toch een muziekblad? Ja, niet meer. Oh. Net als MTV geen muziekkanaal meer is. Rolling Stone is gewoon een soort partijblaadje van de Democrats tegenwoordig. Oh, echt? Jezus, wat weet jij veel. Ja. Ja. Ja, jij ook, alleen niet van die interessante dingen. Ja, ik weet bijvoorbeeld dingen over voetbal. Ja. Er was ook nog iets over voetbal. Er was een wedstrijd. Nederland is door, hè? Nee, ja, Nederland heeft gewonnen. Okay. Maar niet zozeer door, ze moeten nog meer winnen. Wie moeten we nog meer winnen dan? Ja, we moeten nog een keer van Noorwegen winnen en nog een keer van Letland winnen en nog een keer van Gibraltar winnen. En ook nog een keer van Montenegro winnen. Letland, daar komt mijn achternaam vandaan. Ja. Dan weet ik niet voor wie ik dan ben. Als we die 3 wedstrijden winnen, dan hoeven we van Noorwegen niet te winnen. Mogen we daar gelijk tegen spelen. Oh, oké. Okay. Maar daar ging mijn verhaaltje niet over. Okay. Vertel jij jouw verhaaltje dan. Mijn verhaaltje ging over Brazilië en Argentinië. Dat zijn best wel 2 grote voetballanden. Sowieso 2 grote landen. Ook 2 grote landen. Maar die moesten ook tegen elkaar voetballen. Omdat ze net zoals wij ook zich moeten kwalificeren. Ja. En toen kwamen na 5 minuten kwamen er officials het veld op rennen. Om 4 spelers van Argentinië, die mochten daar niet voetballen. Want die voetballen in Engeland en die moeten eigenlijk 10 dagen in quarantaine. Terwijl ze al 3 dagen in het land waren. Dus die mensen die hebben gewoon gewacht tot de wedstrijd was begonnen om daar een leuk statement te maken. Wat een klootzak. Wat waren dat, Argentijnen? Waren dat die van dat volk van Maxima of van die anderen? Dit waren de Argentijnen die door de Brazilianen verboden werden. Oh, de Brazilianen waren de kutzakken. Ja. Ja, ik heb zo het een off-topic nog echt super interessant nieuws over Brazilianen. Oh, ja, dit... Komt meteen? Ja, dat doen we meteen. Brazilianen hebben onderzoek gedaan met een of ander slangengif. En ik ga niet opzoeken welke het is. En hoe heet het te behandelen? COVID. En het voorkomt een bepaald een of andere aminozuur daaruit, dat gif. Dat voorkomt dan dat je 75% van de verspreiding van het virus in je lichaam. Mm-hmm. Hoeveel procent? 75%. Dat is veel. Zeker. Ja. Dus, kijk, als Trump dit had gezegd, dan zou nu iedereen bang zijn dat de halve wereld die slangen gaat kopen om dat gif te nemen. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, want ik ga ook niet vertellen hoe die slang heet. Nee. En ik ben de enige bron, denk ik. Maar hoe ontdekken ze dat dan? Iemand wordt gebeten door een slang en is opeens niet ziek meer. Dat moet haast wel, toch? Nee. Nee, ik denk dat soort giffen worden gewoon onderzocht en ze weten wat erin zit. En ze komen op een andere manier, denk ik, op het idee dat een bepaald aminozuur, dat misschien een bepaalde uitwerking heeft. En dat ze dan denken, oh, maar wacht eens even, die... Dat is waarschijnlijk de beste hier en hier en hierom. Ze zijn best slim, die wetenschappers. Daar heb je mensen het niet over. Mensen denken altijd dat wetenschappers hartstikke dom zijn. Ja, en op geld uit. En dat je, precies, en dat je het hele dat je ook kan kopen, zeg maar. Zodra je een wetenschapper in dienst hebt, kun je gewoon laten kun je gewoon het onderzoek, zeg maar, bepalen wat eruit komt. Ja. Want wetenschappers zijn nooit van die dichtgetikte autisten die gewoon alleen maar een beetje vakidioot zijn. Dat is typisch niet wat wetenschappers zijn natuurlijk. Nee. En die week, ik ben nu denk ik te lang het omgekeerde aan het zeggen van wat ik bedoel. Dus ja, ik ben ook even kwijt. Het is niet grappig meer, maar ik denk dat iedereen nu kwijt is. Ja, zullen we gewoon iets anders gaan vertellen? Ja, je had iets met verkeersboetes, vertel. Ja, er wordt overwogen om verkeersboetes inkomen afhankelijk te maken. Dat las ik op RTL Nieuws. Okay. Naar aanleiding van een verkeersboete in Zwitserland. Want daar had een vrouw een verkeersboete van €175.000. Nou ja. Hoewel ze daar franken hebben, dus dat snap ik ook niet helemaal. Maar
Er zijn wel meer Europese landen waar dat is. Maar de SP wil ook een inkomstafhankelijke boete voor Nederland. En ik denk eigenlijk van ja, is dat erg? Ik denk eigenlijk, ik zie niet zoveel bezwaren. Want het probleem is dat het natuurlijk voorkomt dat mensen als ik hartstikke rijk willen worden. En als minder mensen rijk willen worden, dan... Dus dan jij blijft gewoon hard rijden? Ik blijf gewoon hard rijden en dan zorg ik gewoon dat ik arm ben. Ja. Dan kun je ermee wegkomen. Ja, maar heel veel rijke mensen... Ik kom uit een dorp waar altijd heel veel rijke mensen waren. Mm-hmm. Die zien de boetes voor te hard rijden gewoon als een soort veredelde tolheffing. Dan hebben ze gewoon een soort abonnementje eigenlijk. Ja. Dus wat dat betreft, als dat gewoon... Zou je beter gewoon zoals Thierry kan doen. Gewoon 9 euro per jaar en... 9 euro per jaar? Wat was dat? 9 euro per jaar en een flitsmeister erop. Ja. Heb je niet gezien die reclame van Thierry? Nee. Het is natuurlijk nu weer een dictatuur van verkeersboetes. Dus je moet je niet... je moet gewoon lekker rijden zo hard als dat je wil. Je moet flitsmeister nemen. Ja. Dat is advies van een volksvertegenwoordiger. Ja. Mogen niks van zeggen. Ik was vorige week op een demonstratie van die mensen die tegen het coronabeleid zijn, zeg maar. Ja. Daar kwam ik iemand tegen die mij herkende. En die zei ook dat hij reageerde. Ik ben zijn naam vergeten. Oh, dat is niet zo aardig voor hem. Nee, maar mensen die dit kijken weten dat ik niet een heel goed geheugen heb. Althans, niet voor de naam in ieder geval. Maar god, wat leuk. Je bent herkend. Greenwald. Oh. Ja, precies. En die reageerde altijd, nam het dan altijd op voor Forum voor Democratie, zei hij. Die was daar ook in de buurt van dat kraampje. Ja. Dus ik zat nu even, ik begon nu alweer helemaal smalend te lachen om die domme Thierry. Maar ik dacht van, laten we die arme FVD'ertjes misschien een keertje met rust laten. Hoewel die Gideon de Meijer of zoiets, zei hij. Ja. Wat hij ook weer zei over in de Kamer. Ja, over... Niet gevaccineerde, de nieuwe Joden. Ja. Houd er eens op met de nieuwe Jodenmensen. Waar de voorzitter dan weer een puntje van gaat maken. Die gaat... Dat mag geloof ik niet eens. Je mag vrij uitspreken als Kamer. Het is propaganda technisch is het handig. Hè? Want je doet dat. En dan word je het zwijgen opgelegd. Ja. En dan naar je domme achterban ga je dan zeggen... Zie je wel, Nederland is een dictatuur. Niet de hele achterban is dom. Nee. Maar wel veel, dat kan niet anders. Als je daar intrapt, ben je gewoon een Mogol. Nou, en daarbij, al die zetels die ze hebben, die zijn nu alweer gehalveerd. Dus waarschijnlijk zijn de mensen die weg zijn, waren dan de slimme. Om een halve zetels hebben ze. Ja. Dus de slimme zijn dan weg. Ja, ik denk niet dat die mensen echt dom zijn. Maar ze zitten wel in een, wel echt in de wappiehoek, zeg maar. Ze zitten in een soort cirkelredenering van, waarin overal bevestigd worden. Maar we leven gewoon niet in een dictatuur. Dat is gewoon niet zo. We leven niet in een dictatuur. Nee. Nee, ik kan gewoon in de auto stappen. Ik kan heen rijden waar ik wil. Ik kan overal foto's van maken wat ik wil. Ik kan die foto's verkopen in iedere krant die ik wil. Ik kan schrijven wat ik wil. Ik kan nu vrijwel zeggen totdat wat ik wil. Totdat ze erachter komen dat je deze podcast maakt. Misschien willen ze je dan niet meer. Ja, geen last van. Ik ook niet. Nee. Nog niet. Daar ga ik verder niet over uitweiden. Nee, doe maar niet. Ja, verkeersboetes. Ik weet dat dus niet. Het is aan de ene kant. Ik weet Groot-Brittannië heeft het. Daar was volgens mij de hoogste boete £86.000. Oh. Een paar jaar geleden, tenminste, voordat dat in een aflevering van The Unbelievable Truth kwam, die ik keek. En ja, dat is gewoon wel verschrikkelijk veel. Ja. Ja, ik heb flitsmeister. Ik krijg nooit boetes voor heel hard rijden. Ik krijg de boetes op de stukjes waar ik het niet de moeite waard vind om dat aan te knallen. Ja. Dat ik gewoon denk van, ik hou me hier gewoon keurig aan de dingen. Ja, dat je 3 kilometer te hard rijdt. En dan rijd ik 54 ergens midden in de nacht. Er is verder geen verkeer. Rijd ik 54 en dan krijg ik een boete van €47 of zoiets. Ja. Dus dat... En dat is dan dus... Ja, door rood rijden is wel duur, trouwens. Dat is duur, maar dat vind ik ook wel ergens terecht. Ja.
Daarom doe ik als, kant, ik door... als het weer zwart is, 's nachts, ik bedoel, mijn auto durf ik het niet. Dan ben ik gewoon te bang, maar toen ik nog op mijn scooter reed, 's nachts reed ik gewoon wel te rood. Ik doe want ook, als, als dan, ik dan... door rood rij met de auto, doe ik ook altijd mijn helm op, wel. Oh ja. Ja, ik zat er op een gegeven moment over te denken, ja, je bent toch een beetje... Ik voel me dan, op een gegeven moment als ik midden in de nacht in een lege stad voor een kruising, waar er geen verkeer is, nog geen fietser in geveld of wegen te bekennen, laat staan auto's of... Ja. En dan sta je te wachten op een rode lamp, ja, dan voel ik me wel zo'n halve machine. Dus op een gegeven moment dacht ik van, en ik wilde ook gewoon graag doorrijden, dus mijn principes die zijn altijd best wel plooibaar in de richting waarin ik wil. Waarin ik wil. Dus toen heb ik besloten niet meer te wachten voor rode stoplichten 's nachts als er gewoon geen verkeer is. Maar met de auto denk ik weer van, ja, dat is volgens mij nog veel, dat is gewoon te duur. Ja, ja, of op zo'n industrieterrein, leeg kruispunt. Ja. Jouw licht gaat net op rood. Ja. En dan komt er opeens iemand anders uit. En uiteindelijk sta je met z'n tweeën te wachten. Terwijl als er geen stoplicht was geweest, dan was ieder gewoon doorgerezen zonder af te remmen. Maar ik vind dat wel heel goed de laatste paar jaar. Dat ze heel vaak gewoon 's nachts die verkeerslichten gewoon oranje laten knippen. Ja. In Amsterdam, ik vind dat top. Op een of andere manier sta ik in Rotterdam. Daar was ik dus vanochtend. Daar staan die lichten altijd heel lang op rood. Ik weet niet wat dat is. Hardliggers, denk ik. Ja. Dus. Maar ja, dus boete. Boete. Op die manier. Streven we ook maar weer door. Ja, maar ik vind dus wel, zeg maar, de boetes die ik krijg, vind ik over het algemeen weer zo lullig, dat ik dan wel weer denk van, ja, dan ben je dus rijk en dan krijg je daarvoor een boete van €300 of zo. Ja. En als je dan een uitkering hebt, zoals de SP het liefst ziet, dan hoef je 3 tientjes te betalen, ja. Ja. Ik weet het niet, ik vind dat... Als je, ja. Ja, nee, ja. Ik vind het problematisch. Ik vind het gewoon problematisch dat verkeersboetes een besluit, sluitpost zijn in de begroting. Nou ja, niet een sluitpost, een cash cow. Ja, precies. Maar er was volgens mij was het altijd een soort tegen het eind van het jaar gewoon de begroting niet kloppend was. Dan werden er gewoon extra boetes uitgedeeld. Ja, dan gaan ze opeens. En dat deugt gewoon niet. Nee. Dus. Ja, ik wou dat ik hier tegenin kon gaan, maar ik ben het gewoon weer met je eens. Nivellering ben ik sowieso ook niet voor. Ik vind het helemaal niet erg als rijke mensen zich dingen kunnen voorloven die arme mensen zich niet kunnen voorloven. Dat is een goede oplossing voor die arme mensen, namelijk ook rijk worden. Ja. Hoe dan? Ik heb trouwens altijd, want ik hard werken, niet roken, weinig uitgeven. Ik rij dan vooral veel voor mijn werk en dan... Stoppen met blowen, dat is vaak de beste manier om rijk te worden. Ja. Nee, ik krijg dan de verkeersboetes altijd als ik op weg ben voor de kleine klusjes, zeg maar. Oh ja. Nooit eens voor die lekkere dikke klus. Nee, precies. Maar dan zit je natuurlijk ook gewoon veel gefrustreerder in je auto. Dan zit je al te denken van, kut, en dan die benzine. Ja. Nou, ja. Maar ik mag niet eens 30 cent vragen, dan moet ik weer 19 cent. Hoezo? Dat bepaal ik toch. Ja. Even kijken, nu we het over verkeer hebben. Zal ik even Tesla noemen? Ja, die staat, ja, Tesla. Ja. Dat is een auto van Elon Musk. Tesla zegt te gaan beginnen met de productie van een auto zonder stuur en pedalen. En dan gaan ze aan beginnen in 2023. Maar wel met een handrem. Ja, hoe weet ik dat nou? Ja. Hoe weet ik dat nou? Er zitten er allemaal meme-spelers in die auto, die allemaal gebaren. Harder, harder, harder. Ik denk het, ja... Ja. Ja, en natuurlijk, ik bedoel, Tesla die heeft zoveel aangekondigd in het verleden, dus het zal allemaal wel loslopen. En die sturen ze dan ook weer naar Venus of zo? Nou, ik denk dus wel dat dit de toekomst is, maar ik vind dus, ik vraag me dus af, waar denk je dat het heen gaat met auto's? Ja, ik heb wel eens een vergelijking dat die zelfrijdende auto's, dat we ons daar niet bij voor kunnen stellen, maar dat dat zo hard kan gaan als je foto's ziet van New York 1900, dat het allemaal paard en wagens is en dat het 6 jaar later is het allemaal zijn het allemaal auto's. Ja. Dus zoiets kan gewoon echt binnen een paar jaar heel erg... Het kan heel snel gaan, maar... Maar mensen als jij en ik, zeg maar, die gewoon autorijden leuk vinden. Tenminste, als ik echt een pesthumeur heb, stap ik in de auto, ga ik er een paar keer de ring rondrijden. Ja, ben ik serieus. Je hebt niet eens een baby die je wil laten slapen. Nee, mensen ook, hè? Ja, ik denk dat ik rigoureuzere maatregelen heb om mijn baby stil te krijgen. Als ik
Maar pas op hoor, Apple scant je. Ja, precies. Anyway. Ja. Ga ik dan... Wat zou dat nog blijven bestaan, zeg maar? Dat je gewoon echt gewoon, weet ik veel wat, dat je gewoon een leuke supercar koopt om gewoon lekker hard op de weg te kunnen rijden. En hoe lang zou dat nog toegestaan worden? Zou dat nog toegestaan worden? En op een gegeven moment als die... Ja, dat je gewoon in een soort grid is, komt. Dat je... Ja, of... Nee, precies. Maar gewoon als die zelfrijdende auto's dat perfect is, heb je dus geen ongelukken meer. Dus in no time, als je dan dus een ongeluk maakt met je handgestuurde auto, ben je een soort moordenaar natuurlijk. Want je had ook een zelfsturende auto kunnen hebben, dan was het ongeluk niet gebeurd. Ja, maar dan kunnen we niet betalen. Krijg je dat weer? Ja. Ja, in het begin natuurlijk. Ik vind dat mensen met een laag inkomen een Tesla moeten kunnen kopen voor 20.000 euro. Ja. Of ja, ik ook. Nou, wat ik sowieso te gek zou vinden... Kijk, als we dat elektrische autoproject gaan doen... Ja. Dan moeten we natuurlijk eigenlijk van die accu's af. Want die maken die hele auto gewoon zwaar en slecht wendbaar en irritant. Hmm. Wat we dan moeten hebben is dat de weg gewoon een soort grid wordt waar je overheen rijdt. En waar je wielen gewoon de stroom uitpakken. Oh ja. Dat die wielen zeg dus maar zijn strijd, eigen zeg maar inductie opwekken. Inductie, dat is door beweging en spoeltjes. Met inductie. Ja, dat is gewoon een spoeltje. Maar dat had erop zien rijden op mijn vriend. Inductie is toch ook met een magnetisch veld, zeg maar, wat gecreëerd. Ja, inductie is wat er in een fietsdynamo gebeurde vroeger. Ja, maar dat kan niet. Nee, je kunt niet je auto... Nee, dat zou een perpetuum mobile worden. Ja, maar die energie verlies je nou natuurlijk harder door de wrijving dan dat je hem wint. Ja, ik denk dat je beter gewoon je lampen kan laten branden op dan wat eruit komt. Maar je zou gewoon een contactloze overbrenging van energie moeten hebben. Dat kan. Ja. Of stalen banden. Een hovercraft, maar dan op de weg. Bestaat dat nog, een hovercraft? Dat is zo'n boot die lucht naar beneden blaast en dan over het water glijdt. Nee, die kan ook gewoon over de weg. Oh, die kan ook over de weg. Dat moet een beetje vlak zijn natuurlijk. Ja. Zeker, die kunnen perfect over asfalt. Nou, gaaf. Zeker. Nee, stuur is er super kut ermee. Lekker met hovercraft naar Almere. Ja. Hoeveel oplezers. Oh. Ja. Maar ja, nou, dus dat is gewoon de toekomst. Is dus dat je nog mensen hebt die hobby-automobilisten... en die gaan dan naar tracks toe. Ja. Met hun Maserati of zoiets. Ja. En voor de rest stap je gewoon in je auto en kom je aan, stap je uit. Kun je lang uit liggen. Moet je naar Rotterdam toe. Ja. En kom je aan. Ja, kun je net zo goed een soort buizenpost doen waar je in kan gaan liggen. Dan heb je ook geen wegen meer nodig. Ja, klopt ook. Zeker, sowieso. Dat is zo'n wat je in banken hebt en zo. Ja. Ja, dat zou natuurlijk perfect zijn, ook voor boodschappen. Ja. Dat gewoon alle supermarkten met alle huizen op die manier verbonden zijn. En dan moet je eigenlijk ook nog de temperatuur kunnen kiezen. Dan zit je met 's avonds om 6 uur, denk je van ik ga een biefstukje bakken, maar dan krijg je een ijskoud biefstukje. Dat moet niet. Die moet wel kamertemperatuur zijn als je aankomt dan. Nee, je moet gewoon iets eerder boodschappen doen. Kan ook. Ja. Kan ook. Nou, had je nog iets over Tesla? Dan streep ik hem door. Klootzakken. Had je nog wat over Trump? Ja, zeker. Die had een interview met Greg Gutfeld. Wie is dat? Ken je Greg Gutfeld niet? Nee, waarom? Dat is ook wel Fox. Het is de grootste late night show tegenwoordig in Amerika. Okay. De concurrenten, zeg maar, zijn er weinig van over. En hij is gewoon nu de grootste. En hij doet het wel leuk. Maar hij is minder grappig dan... Ik ken hem niet. Maar... Trump had een interview dus. Hij interviewt Trump en dat is op zich grappig, want hij is wel grappig. Gewoon zijn eerste vraag aan Trump is van, heb je gehoord wat mijn nieuwe ratings zijn? Die zijn fantastisch, hè? Ratings, over dat van zijn eigen show, dat hij zo goed is geworden, zo groot is geworden. Oh, niet eens dat is grappig en dan zegt Trump inderdaad van, ja, maar dat is ook wel fantastisch. Maar die ratings zijn super, maar hij zegt van, ja, de competentie die is... Nee, de concurrentie is ook wel zo incompetent. Ik weet niet echt of je heel trots hierop moet zijn.
Trump is daar gewoon, die zit daar eigenlijk heel leuk ontspannen. En die praat ook gewoon rustig. Hij zegt eigenlijk allemaal overwegend verstandige dingen. Het is gewoon Trump zoals je had gewild dat hij ook president was. Eigenlijk moet Trump een transformatie doormaken zoals Louis van Gaal dat ook heeft gedaan. Die is opeens ook aardig en goed lachs. Behalve tegen de Telegraaf. Behalve tegen de Telegraaf. Maar zijn vrouw had ooit had tegen hem gezegd, je moet gewoon wat vaker lachen. Want dat is gewoon, dan doe je het gewoon leuk. Vinden mensen het sympathiek. Ja, en dat doet hij nu. En ja. Trump moet dat ook gewoon doen. Nou ja, dat deed hij hier wel. Ja, dat eigenlijk. En, ja ik heb het niet gezien. Ja, dat een leuk interview. Eigenlijk inhoudelijk kan ik er niet heel veel over zeggen. Heeft hij nog gevraagd wat Trump gaat doen over 3 jaar? Ja, het kwam wel ter sprake en ja, hij gaat dat gewoon doen. Ja? Ja, weet ik wel zeker. Maar hij zei het niet. Nee, hij zei het niet. Maar hij ontkende het ook niet. Nee, en hij zei wel dat zijn populariteit binnen de Republikeinse partij was op dit moment hoger dan dat die voor Reagan ooit geweest was bijvoorbeeld. En dat was voor hem de populairste. Ja, en dat vindt hij dan positief. Maar dan zegt hij ook weer gelijk dat er ook wel hele stomme Republikeinen zijn. En dat vind ik dan wel weer leuk aan Trump. Gewoon dat allemaal, dat hij ook mensen niet spaart. Ik denk dat ik weet 99% dat hij het gaat doen. Denk ik ook. En ook dat hij gekozen wordt. Want ja, Biden is gewoon zo'n... Maar er komt ook geen plan B met Biden. Want iedereen zei met een half jaar gaat Kamala het overnemen. Maar ja, daar is het wel niet, zo. Dat is nog niet zo, nee. Ik hoorde op No Agenda lieten ze heel veel bij sportwedstrijden fragmenten horen waarin hele stadions Biden fuck off aan het zingen waren op verschillende dingen. Oh, serieus? En weet je, honkbal, basketbal, gewoon allemaal wedstrijden gewoon achter elkaar gezet. Ja, precies. Maar dat doet het voorkomen alsof het bij al die sporten gewoon schering en inslag is. Natuurlijk. Nou ja, maar dit waren wel 10 voorbeelden. En dat 10 niet... verschillende sporten ook? Nee, dat weet ik niet. Maar er zal een paar keer voetbal zijn geweest. Een paar keer. Maar dat was wel heel grappig. En niet gewoon eentje die dat een beetje doet, maar echt gewoon zo'n... Ja, nee, ik geloof het ook. Hij is gewoon zo hard op zijn bek gegaan met Afghanistan. Ja, dat zag ik ook nog ergens. Farage, die zei wel van, ja, Amerikanen hebben, of in ieder geval, de Afghanen zijn nu overgeleverd aan China met echt kennelijk een hele interessante mineralenvoorraad die ze hebben. Mineralen? Ja, ik weet dat mineralen grond. Die heb je nodig om shit te maken. Nou, Chinese ijverige baasjes maken allemaal shit, hebben mineralen nodig. Ja. Kunnen ze kennelijk daar kopen. Konden ze niet kopen toen Amerika er nog zat. Kunnen ze nu wel kopen. Ja, dus, waar gaat het verhaal heen? Ik denk, nu komt het. Nee, niks. Omdat ik vorige week zei dat een van de complottheorieën is. Ah, dat Biden zeg maar voor zijn baasjes in Peking zeg maar gewoon eruit moest met zijn mannen zo snel mogelijk. Ja. Iedereen zegt trouwens wel dat de Amerikanen daar 20 jaar hebben gezeten. Maar dat is helemaal niet waar. Waar hebben gezeten? In Afghanistan. Heb ik dat gezegd? Nee, mensen zeggen dat. Ja. Iedereen zegt dat. 20 jaar, we hebben 20 jaar gezeten. Nee. Kan helemaal niet, want het is morgen 1 september. 11 september. 12. Nee, 11. Het is morgen 11 september. 11 september. En op 11 september werden de Twin Towers, nou ja, goed, hoef ik niet uit te leggen wat er toen gebeurde, dat weet iedereen nog wel. En pas daarna werd dus Afghanistan ingenomen. Ja. Dus het is gewoon veel korter dan 20 jaar. Ja, maar je rond je nooit af. Nee. Nee. Waarom zou ik inaccuraat zijn? Ja. Weet ik niet, omdat het 19 jaar en 125 dagen, dat is zo'n mond vol meteen. Nou ja, je kunt bijna 20 jaar zeggen. Hmm. Oh ja, want ik had vorige week bracht ik eventjes die abortuswet in Texas op. Ja, want... Dat, maar daar was ik een heel belangrijk... Want op een gegeven moment bloedde dat een beetje dood... zoals alles bij ons altijd keurig dood bloedt. Maar ik was één heel belangrijk detail vergeten. Namelijk, dat het is niet zozeer schokkend... dat die tijd wanneer je abortus kan plegen verkort is. Hmm. Maar, en dat je 10.000 euro boete kan krijgen. Maar die 10.000 euro boete... En die geldt trouwens ook voor iemand die iemand naar de abortuskliniek rijdt. Die kan ook 10.000 euro boete. Mm-hmm. En die 10.000 euro boete die gaat niet in de staatskas. Die gaat naar de klikker.
die zegt, zij heeft abortus gepleegd. Hmm. Dat is toch wel heel raar. Nou ja, is wel handel. Het is wel... het is buitengewoon eigenaardig. Het is de living the dream, de American dream, hè? Ja. Hoe ben jij in je fortuin gekomen? Nou, ik heb gewoon 20 mensen aan... dat is mijn startkapitaal. 20 mensen voor abortus aangegeven. Oh, hij zal nog beter is dan. Nou? Gewoon een of andere rijk oud wijf scoren, zwangerschoppen. Want nee, oud zal niet lukken dan. Het moet binnen bepaalde biologische marges. Zwangerschoppen. En dan... haar aangeven. Precies. En dan dus een rijke vrouw zwangerschoppen. Nee, ja. Ja, ik zei oud, hè? Ja, je zei oud. Maar je bedoelde rijk. Ik bedoelde rijk. Ja. Hmm. Nee, dus dat wou ik nog even gezegd hebben. Ja, nee, dat is heel goed. De zwangere vrouwen die in nood verkeren erbij lappen en dan zelf $10.000 opstrijken. Fantastisch, mooie wereld. Hmm. Ik heb er zin in. Ja, ik weet niet waar je dit vandaan hebt. Ja, dit is gewoon common sense. 4, 5, 2, 1, 0. Nee, dit heb ik. Dit heb ik had eerst een Amerikaans ding, maar ik had geen zin om Engels te lezen. En toen heb ik het even gegoogeld. En toen kwam ik in een column van het Reformatisch Dagblad. Waar dat werd uitgelegd. Reformatorisch Dagblad. Ja, Reformatorisch Dagblad. Oh, dat is wel een goede krant. Daarom. Topkant. Ik heb een keer proefabonnement op gehad. Ja. Er zit geen sport in. Dat is echt perfect. Wel plaatjes of ook niet? Ja, wel plaatjes, maar geen vieze plaatjes. Nee. Er wordt heel weinig in geneukt ook. Ja? Ja. Dan word je ook niet zwanger. Precies. Precies. Nou goed, heb ik dat ook weer recht getrokken? Gaan we naar boekverbranding? Ja. Cultuur, ook... hè? Cultuur? Want waar gingen ze dat ook alweer doen? Canada. In Canada vernietigen 5000 boeken en strips die ongepast beeld geven van autochtone bevolkingen. Ook Asterix en Kuifje verbrand. Dat is wel raar, gebruik van autochtone bevolking. Ja, want... Ze bedoelen oorspronkelijke bevolking. Ja. Ja, ze bedoelen dus Iedereen Indianen. Daar is onderhand wel autochtoon, toch? Maar je mag het woord Indiaan niet meer zeggen, dus dan wordt het maar autochtoon. Native Canadian? Native Canadian. Ja. Ja. Canadian. ja, want Obelix is op een gegeven moment verliefd op een Indiaan. En dat is een meisje met een heel kort sliertjesrokje en een pront décolleté. Ja, lekker ding. Ja. Voor een stripfiguur. Ja, en als ik Obelix was, dan zou ik het ook wel weten. Zeker. Ja, we hebben gewoon de deur openstaan. Loopt de buurvrouw opeens langs. Dat moet stoppen. Dat moet stoppen. Maar dat doen ze in Canada. Dat maar ook, het is toch onhandig om dat boek te verbranden. Je kan het toch ook gewoon verkopen aan een land waar ze dat nog wel willen lezen. Ja, maar het is ook zo... Het is ook zo van... Het geeft een verkeerd beeld van Indianen. Ook dat. Ja, boeien. Het is sowieso getekend door een Europeaan die nog nooit geweest was. Dat is wat literatuur en zo, gewoon een boeken, dat heeft met voorstellingsvermogen te maken. Het is gewoon iemand heeft bedacht, het is kunst, zeg maar. Dan gaan we terug, want dat de Sovjet in de Unie ook natuurlijk, hè? Gewoon allemaal van die kunst die zo'n beetje zo half magisch realistisch was. Ja. Helemaal gestileerd. Dus dat mag binnenkort alleen nog maar, gewoon in strips, het moet allemaal kloppen. Ik heb nog... Wil je mijn kuifje in Afrika lenen? Nou, heb je die? Ja. Oh, held. Ik heb ze volgens mij allemaal. Ze zijn niet allemaal in mint. In mint... Condition. Condition, ja. Hmm. Ja, het is... Kijk, als het nou nog gewoon heel koud was in Canada... Dat is natuurlijk zo, maar... Het is wel heel lang heel koud. Dat is niet de reden dat ze die boeken gaan verbranden. Wist je dat er ook onderwijsfilosofen bestaan? Onderwijsfilosofen. Want de Canadese onderwijsfilosoof Normand Bellarion noemt de boekverbranding buitengewoon verontrustend. Volgens hem kan het zijn dat een boek wordt teruggetrokken als het bijvoorbeeld objectief aantoonbare onwaarheden bevat, maar de reden moet zeer ernstig zijn. Hij pleit er ook voor om fictieve verhalen en stripverhalen niet over dezelfde kam te scheren als bijvoorbeeld encyclopedieën. Wat een
Wel een encyclopedie. Wat een helderdenkend mens. Ja. Maar dat heb je er kennelijk niet veel. Dat is gewoon één onderwijsfilosoof in Canada. Nee. Ja, wat natuurlijk die ook zit in natuurlijk Canada, in alle talkshows. Wat je in Canada natuurlijk ook hebt, dat is net als hier. Je hebt gewoon een paar van die steden. Die grote steden. Dan heb je een heel groot deel van het platteland. En dat zijn gewoon mensen, ja, weet je, die rijden op een trekker. En die zijn gewoon volstrekt normaal. Daar kun je gewoon ieder normaal gesprek mee. En die horen ze nu en dan wel eens iets over wat er nu weer in de stad is verzonnen. En dat is dit dan. En die halen hun schouders op en die zijn een beetje bokkig. En dan op een gegeven moment gaan hun kinderen studeren natuurlijk in de grote stad. Die komen dan in een taal andere wereld terecht. En dat gaat steeds sneller. Eng is dat dan, voor die kinderen? Ja, nee, het is wel... Ja. Ja. Maar ja, die passen zich wel aan nog. Die zijn natuurlijk nog veel kneedbaarder. En die gaan dan neerkijken op hun ouders. Ja. Dat is natuurlijk hoe het gaat. Maar als we dit kunstblokje even naar Nederland trekken. Arme Emiel Nolde en Ernst Ludwig Kircher. Ja. Allebei, de ene ging dood in 56 en de andere in 38 van de vorige eeuw. Mm. Hij heet niet Arme Emiel Nolde. Hij is zielig, zeg maar. Oh, ja. In het Stedelijk Museum Amsterdam worden de twee Duitse expressionisten nu gepresenteerd als racistische kolonisators. En zelfs, in het geval van Kircher, zonder enig concreet bewijs in verband gebracht met seksueel misbruik van kindmodellen. De schilders zijn de jongste slachtoffers van de doorgeslagen woke-denken dat enkele conservatoren van dit museum in zijn greep heeft. Aldus de Telegraaf van de week, op 7 september. Ja. Als in de catalogus het bijvoeglijk naamwoord zwart consequent met een hoofdletter wordt geschreven en wit met een kleine letter. En als met enige regelmaat wordt gesproken over decoloniseren van de collectie, over machtsongelijkheid, uitbuiting en racisme, ook als het gaat om kunstenaars die er geen slavendrijver of plantagehouder waren, dan weet je dat het museum in de ban is van de uit Amerika overgewaaide kritische rassentheorie. En dat levert nogal curieuze en activistische tentoonstellingen op. Ja, ik moet zeggen, ik vind het niet helemaal ongekleurd van de Telegraaf klinken. Nee. Maar ze wisten ze wel helemaal gelijk. Ze wisten wel waar ze heen met. Dat is de inleiding. En dan is er verder nog best een groot stuk wat ik allemaal niet voor ga lezen. Maar dat gaat dan over dat we met de bril van nu moeten kijken. En, ik heb toch wel ooit een schilderij van mijn opa in het Stedelijk gehangen. Oh. Zal ik als nabestaande dat dan... Ja, een soort van ongedaan maken of zoiets. Ja, je kan het claimen. Vroeger werden er toch altijd bomaanslagen opgeëist. Je kan het opeisen. Wat kan ik opeisen? Ja, gewoon dat schilderij weer. Die is gewoon wat terug. Oh. Die zit wel bij de rest, denk ik. Maar dat ik gewoon kan zeggen van... Nee, ik wil achteraf toch zeggen dat het schilderij daar niet gehangen heeft. Want ja... Zoiets. Nee, je kan je distancieren. Je kan je distancieren omdat je weet dat het schilderij heeft gehangen. Maar ja, het is dat met de wetenschap van nu had dat niet mogen gebeuren. En eigenlijk moet je gewoon ook aanbieden herstelbetalingen te willen plegen. Aan mensen die niet woke zijn? Nee, al die mensen die dat schilderij gezien hebben in de tijd. Wat stond er op dat schilderij eigenlijk? Ja, ik weet niet. Nee? Mij staat er meestal een kopje koffie op of zo. Hij ligt naast mijn bank. Maar hij schildert zelf. Hm? Hij schildert zelf. Je opa. Opa. Opa was kunstschilder. Nou, oké. En mijn oma ook. Nou, dus het geeft toch helemaal niet, jongen? Ja, nee, je zegt het zo alsof er iets mis mee is. Ik wist niet dat je kunstenmakers in de familie had, jeetje. Nee. Ik schrik er hier een beetje van. Ik moet hier een beetje van terugkomen. Nou ja, nou, goed. Goed. Geef die boekverbranding maar door dan. Ja, bam, alles. Dan hebben we hier nog één ding. Oh ja, ik heb hier nog hartstikke veel. Ja, joh. We zijn nog 55 minuten bezig, hè? Oh, tering. Moeten we een beetje opschieten, hè? Dat zullen we ook wel... Ik heb honger. Oh, trek moet je zeggen, hè? Volgens... of zo. Want honger heb je dus in Afrika. Weet niet. Eén keer heb je honger, dan een keer trek, toch? Trek is toch niet zo erg honger? Ik heb trek in honger. Ja, ja, maar gewoon, ja. In Afrika zullen ze misschien wel meer honger hebben. Ik vind het zo'n onzin. Ja. Larry Elder. Ja? Onze favoriete kandidaat voor de verkiezingen in Californië. Ja, waar we vorige week mee afsloten. Een man van kleur. Ja. Die is door een witte mevrouw met een gorilla muts op.
ding op, gegooid met eieren. En die gooide wel mis. Ze gooiden mis, ja. Ja. Maar wat het opvallende is natuurlijk, dat je dat op CNN of zo niet terugziet, of NBC of zoiets. Dat is gewoon op mensen op Twitter en op YouTube die dat filmpje delen. Ja, maar dat gorilla-masker, had dat te maken met de huidskleur van haar doelwit? Of? Hoe zullen we dat weten? Oh ja, dat weten we niet. Laten we zo zeggen, als een van de democratische mensen van kleur met een zekere functie of aangehaagdheid daar naartoe, zeg maar, deelnemers aan het democratische proces, als daar een blanke met een gorilla muts op een einaar had gegooid, dan denk ik dat er een week lang hadden het nergens anders over gehad. Ja. En dan was het een bewijs geweest van virulent racisme. Ja. En het zou natuurlijk, in dit geval zou het ook gewoon racisme kunnen zijn. Denk het niet. Ze kon ook gewoon haar gezicht willen verbergen. Maar ze had een soort capuchon op met een masker daarin. Ja. En wat dus een gorilla-masker was. En ja, ik zag inderdaad een interview met hem waar de interviewer aan Larry vroeg of hij dacht dat dat ook een racistische daad was. En toen zei hij dat dat toch wel alle schijn had. Ja. Ja. Ja, het is, weet je. Hij was er zelf nogal laconiek over. Van alle maskers die je dan hebt liggen, dan net die gorilla pakken. Ja. Het is een moderne manier van blackface, hè? Ja, nou, hij werd al door de LA Times de blackface of white supremacy genoemd. Die vrouw met het masker? Of? Nee, ja, Larry Anderson. Oh, echt? Ja, serieus. Oh, jezus. Het is erg, hè? Ja. Oh, shit, we zijn wel met kunst. Had ik. Ik heb er nog. Ik heb er eentje heel kort. Weet je, we kunnen altijd ergens op terugkomen. Ja, is ook zo. We hebben gewoon geen redacteuren die een lijstjes voor ons maken. Nee, maar ik heb zo'n diepe ambitie om het een keer gesmeerd te laten lopen. Ja, ja. Maar dan moeten we misschien echt. Dan moet ik echt mijn best gaan doen, zeker. En dan moeten we er echt 2 dagen van tevoren moeten we dan eerst Een draaiboek maken en dan moeten we vergaderen waar we het over gaan hebben. En dan ja, ik wil dat wel doen, maar dan wil ik er wel meer geld voor krijgen. Ja. Ik wacht nog eventjes, ondanks dat ik heel dankbaar ben voor wat de mensen geven. Want de meeste mensen hebben natuurlijk ook gewoon niet zoveel geld. Nee. En het is gewoon een. En ze doen het toch maar, hè? Doen het toch maar. Dat is een heel, geeft een heel warm gevoel. Ja. Maar in ieder geval is Jean-Paul Belmondo is dood. Hij is 88 geworden. Het is een Franse acteur. Kan jij 5 films van hem noemen? Nee, ik kan er 1 noemen. En dat wou ik even doen. L'Animal. L'Animal is een fantastische film. Dat heb ik vroeger gezien, toen ik klein was. Ja. En er zit een scène in. En dat is fantastisch. Want hij is stuntman, maar krijgt ongeluk. Kan geen stuntman meer zijn. Dus hij krijgt social benefits. En om daar zoveel mogelijk van te krijgen, dan doet hij net alsof hij een groot gezin heeft. En dan zie je dus een paar controleurs. Die komen er bij hem binnen, ergens achter de buurt van Parijs. En dan komen ze over de daken van de huizen, komen alle kinderen uit de buurt zo door het raam bij hem zo naar binnen. En dan zit hij daar zo met een oud wijf op de bank, geloof ik, en wel 18 kinderen of zoiets. En dan krijgt hij daar allemaal kinderbijslag voor. Het is een heel grappige scène. Ik weet het niet. Ik ga toch even kijken wat hij nog meer heeft gemaakt. En wat ook nog over kunst, ik wil er verder niks over zeggen. Nee? Het is echt een hele leuke film. L'Animal. Oké. Okay. El Comma. Bout de Souffle. Die ken ik wel, denk ik, qua naam. Nou, oké. Okay. Leuk, hè? Ja, goed. Ja, super knap van je. Ja. En dan hebben we nog het Lulgebouw, hè? Het Lulgebouw, ja. Het Lulgebouw. Zag ik op jouw wol. Ja, ja, daar had ik een plaatje van. Maar dat, ik ga geen plaatjes laten zien vandaag, want dat. Dat kan ik er gewoon ook niet even bij hebben nu. Nee, nee. En die arme Matthijs, die moet zo hard werken om zijn centjes binnen te zo hard elke dag. En dan vroeg er weer uit en de hele dag gaan het fotootjes aan de fietsen. Ik kan ook leren hoe je plaatjes laat zien. Nee, dat gaat ook niet lukken. Ik wil het helemaal niet. Nee. Want hij hoeft niet te werken, maar dat doet hij dan ook helemaal niet. Wat een Oh, nu kom ik als lui over. Ik ben zo druk geweest vandaag. Ja, dat is waar. Nee, maar er was inderdaad een architect. 3 gebouwen naast elkaar. En het eerste gebouw. In de vorm van een L, hè? Het is een L-vormig gebouw eigenlijk. Ja, op zich, als je dat gebouw gewoon bekijkt, dan is er gewoon rechtsboven is er een hoekje uit. Het is niet echt een L met een hele lange L. En, hè, maar het is echt zo'n hoekje.
Maar dat middelsgebouw is wat breder en daar is dan een hapje in het midden uit. En bij die laatste die heb je een iets diepere L. En ja, en potverdomme, mensen zien het gewoon, dat er lul staat. Ja. Het was in Middelburg. Dus ja, zeker. En dat was een studentenflat. Een studentenflat. Maar wie studeert er nou in Middelburg? Ja. Je hebt dat toch geen school? Ja, een middelbare school misschien. Nee, vast wel. Nee, het is geen universiteit in ieder geval. Nee, maar je kan ook HBO's ook doen. Ja, alles is maar studeren tegenwoordig. Noem dat geen studentenfles, noem dat dan een scholierenstampede. Een scholierenstampede. Ja, dit is toch gewoon erg tegenwoordig, ja. Iedereen denkt, dat ik ben student. Dat heeft zo'n architect, weet dat toch wel. Mijn buren zijn ook student. Ja. Maar zo'n architect, die heeft dat toch wel expres gedaan. Dat kan je toch niet gezien hebben. Je maakt toch maquettes of in ieder geval 3D in de computer. Een soort ding waar je van alle kanten er licht tegenaan gooit. Is het ontworpen door Michiel Romein of zo? Ja, weet ik niet. Nou, dat was een grapje natuurlijk. Oh. Ik ga niet opzoeken waar het door Michiel Romein van Jiskeveld. Ja, dat kwam veel te laat binnen. Oh ja. Ja, sorry, neem ik het terug. Ja, die zie ik overal. Die heeft een boek en de Jiskevet website is lekker compleet aan het raken. Ik kan alles terugzien. Een fragmentje op YouTube waarin hij even zijn beklag doet over Nederlandse acteurs, maar ze ook even perfect nadoet. Ja. Ik ga jou lekker in je reet neuken. Ja, ik wil je neuken. Ja, met Rick Zaal was dat volgens mij, voor AT5. Ja, dat was heerlijk. Die bepaalde dictie die in de Nederlandse film wordt gesproken. Ja. Had je nog wat? Hoeveel tijd moeten we nog? Ja, ik weet niet. Hoeveel wil je? We zitten over het uur. Oh nee, dan geef heel snel dit. Verenigde Staten, daar moet het overheidspersoneel binnenkort verplicht gevaccineerd zijn. En ook van het personeel van alle bedrijven die werken voor de overheid. Oh. En mijn gevoel zegt dat het niet zo geldt voor de directeuren van die bedrijven. Maar die zijn toch al lang gevaccineerd? In Amerika willen ze niet zoveel vaccineren, geloof ik. Ik weet het niet. Ja. En dat vind ik heel erg. Waarom? Nou, gewoon omdat kijk, ook in Nederland nu is het allemaal zo hard te duwen. We hebben gewoon straks 90% van de bevolking. De bereidheid is 90%. Dus 90% is straks gewoon gevaccineerd en 10% niet. En de mensen kunnen er allemaal redenen voor hebben. Ze kunnen in complotten geloven. Ze kunnen er gewoon geen zin in hebben. Whatever, boeit niet. Nou, dat moet toch gewoon prima zijn. Ja. Als het goed is, die 90% die verlaagt dan toch die druk op de zorg. En die rest, weet je. Ja, dat is ook zo. Gewoon, waarom moet iedereen hetzelfde? En als Amerika dat gaat doen, dan gaan wij over 20 jaar ook invoeren dat iedereen zich moet vaccineren. Ja, zeker. Moeten we nog even weten wat dan de populaire dinges is. Ja, wel benieuwd wat ze waar Wuhan Lab de volgende keer mee komt. Wat? Waar het Wuhan Lab de volgende keer mee komt. Ja. Ik kan me echt al wel verheugen op de volgende COVID. Zou die band, de Wuhan Clan, nu ook meer albums verkopen sinds COVID? Nou, had Wu-Tang Clan trouwens. Oh, het is Wu-Tang. Ja. Oh, ja. Hadden die niet een album gemaakt op zo'n ze hebben zo'n album, op zo'n munt, zeg maar. En die gewoon in een oplage van 1. Ja, ze hebben een album in een oplage van 1 gemaakt. En dat heeft die hele foute speculant die met medicijnen altijd weet je, die door iedereen wordt uitgekotst. Die had allemaal patenten en daardoor kon die medicijnen voor heel duur maken. Maar die zit nu in de gevangenis. Speelde een jaar of 5 geleden. Ik weet niet meer hoe die heet. Nee, toen volgde ik het nieuws nog helemaal niet, joh. Nee, maar die man heeft dat album gekocht. En hij is dus ook de enige die het kan luisteren. Ja, maar wat mij lijkt is dat je toch de rechten van het album koopt. Dus hij kan het dan toch uit gaan geven op cd of zo. Nee, je hebt niet de rechten. Er is gewoon een oplage van 1. En hij heeft die ene gekocht. En daar heb je niet de rechten mee. Oh ja. Hij kan hem gewoon wel opzetten en aan mensen laten horen. Dat doet hij niet. Precies, maar weer niet in de horecaomgeving. Nee. Nou ja, wel, dat mag wel. Als je je maar afdraagt aan Buma Stemra. Interessant. Oh ja. Als ik hem was, dan zou ik gewoon het enige café in de wereld beginnen waar je dat album kan horen. Al 24 uur per dag, dat album. Ja. Dus als je die zender hebt in Oostenrijk, hè? 24 uur per dag Sound of Music.
Oh ja. Oh, vreselijk. Ja. Ja, dat is uit je favoriete film is. Ja. Sissi is mijn favoriete film. Is ook, heb ik nooit gezien, maar vind ik ook heel mooi. Ja. Nou, dan rest ons nog de mensen op te roepen om vooral te doneren. Ja, alweer. Dat hebben we al filmpje, gezegd. Filmpje te delen. Ja, als je nou bijvoorbeeld een neef hebt, die wil dat ook dit zien. Of je moeder. Of je dochter. Ja, we gaan geen je moeder grapjes maken. Nee. Maar ja, en abonneer op ons eigen kanaal is ook prettig. Oh ja, we hebben een eigen kanaal. Dat... Nou jongens, wat we daar allemaal van plan zijn. En doen ook, hè? Gewoon doen sommige dingen. Sommige dingen doen we ook. Nou, ik ga de boel afsluiten. Ja. Ik vind het super spannend. Ik ga frieten halen. Ja, doe maar in. Oké. Oh ja, ik moet het einde nog. Oh mijn god, gaat dat wel goed. Want vertel ik einde. Wel een mop eerst. Even kijken. Ah. Okay. Oh, dat doet hij gewoon meteen. Super. Ja, tot ziens.